voor de chaos en het geweld gedurende de Bersia-periode in Nederlands-Indië. Het konvooi van zo'n 20 trucks, bemand met Brits-Indische soldaten, moet van de wijk Gubeng een route van een aantal kilometer afleggen naar het opvangkamp De Wijk in Darmo. Dus toen zijn ze dus, hebben ze gewoon lege wagens door de Gubeng-wijk laten rijden en zeiden: oké, wie wil mee naar Darmo? En zo heeft mijn moeder gegeven, zomaar op het allerlaatst, besloten ook om op te stappen. Op de ochtend van de 28 oktober waren er al twee konvooien geweest die mensen hadden opgehaald. En het derde konvooi vertrok dus om 4 uur 's middags. En dat was net het moment dat de Indonesiërs besloten hadden om die Britse posten aan te vallen. Uiteraard had elke truck een chauffeur en had een schutter met een gewoon geweer. Hè. Dus ik zat mijn moeder voor, naast de chauffeur, en tussen ons stond in het mangat de schutter. De twee broers van Itse Geyne zitten achter in de laadbak. Het konvooi, bestaande uit 20 trucks, vol met zo'n 300 vrouwen en kinderen, vertrekt rond 4 uur vanaf het Lombokplein. Dan gaat het via de Flores en de Celebestraat naar de brug over de rivier de Brantas. Als ze even verder links de Palmelaan Zuid opdraaien, gaat het mis. Vanaf een barricade wordt de commandant van het konvooi direct doodgeschoten. Eén vrachtwagen breekt door de afzetting heen en ook achter in het konvooi weet een aantal trucks te ontkomen. De rest zit als ratten in de val. Wat er toen gebeurde is dat mijn moeder is natuurlijk weggezakt onder het gepantserde portier. De chauffeur en de schutter zijn uitgestapt, zijn tussen de wielen gaan liggen. Nou ja, en een uurtje later was het donker, 6 uur is het donker daar. In het donker rukt ook de meute op uit de aangrenzende kampongs. Opgehitst als ze zijn, willen ze bloed zien. De Brits-Indische soldaten, de Maratha's, doen wat ze kunnen. Heeft u die horst zien komen? Ik heb hem gehoord. En dat is echt... Daar ga je haar recht overeind staan, hoor. Van alle kanten drong dat gepeupel dus naar die auto's op. De Maratha's die hebben getracht het zo lang mogelijk tegen te houden, totdat dat niet meer ging. En de eerste keer is dat gehaald afgenomen, toen werd de aanval afgeslagen. Maar de tweede keer, ja, toen waren eigenlijk de meeste soldaten waren tussen de wielen weggeschoten. Maratha's die dus levend in handen vielen van dat gepeupel, die werden bij wijze van spreken levend onthoofd of een arm afgehakt of totdat ze dan leegbloeden. Dat zou er gebeuren met vrouwen en kinderen die in handen van dat gepeupel vielen. Ik heb tegen mijn moeder gezegd: laat me gaan, ik wil weg. Hè? En mijn moeder zei: blijf maar rondzitten. Dat heeft mogelijk mijn leven gered. Die haat was, ja, die bloeddorstigheid, dat is niet eens meer haat, was zo groot dat was niet meer in de hand te houden. Dat was echt een slachting, een abattoir, om het zo maar te zeggen. De nachtmerrie is onbeschrijfelijk. Het enige beeld dat ervan bestaat is deze tekening. Een tekening die de hel van dat moment probeert uit te drukken. Henk Itse Geyne en zijn moeder vallen uiteindelijk in handen van een oudere kampongbewoner die hen in bescherming neemt. Ook zijn jongere broer wordt door diezelfde man gered. Zijn oudste broer Wim is minder gelukkig. Mijn oudste broer die is daar bij omgekomen. Ja. Hoe is dat gebeurd, weet u dat? Nee, weet ik niet. Ja, hij heeft geprobeerd weg te komen. Hij is de vrachtwagen uitgegaan en heeft geprobeerd daarnaast bij zijn de huizen te bereiken. Dit is wat er overblijft van het konvooi. Ruim 100 vrouwen en kinderen en vrijwel alle 60 Brits-Indische soldaten komen bij transport om het leven. 3 dagen daarna worden de overlevenden alsnog door de Britten geëvacueerd en per schip naar Singapore overgebracht. De Britse troepen maken zich op voor de finale slag om Surabaya, die uitmondt in een stadsguerrilla. Straat voor straat, winkel voor winkel, huis voor huis. Het is zoiets geweest als Berlijn of Warschau. En u weet, uit de militaire geschiedenis zijn de stadsgevechten de meest bloedige. In december was Surabaya een onbewoonde plaats. Stonk naar lijken, een grote ruïne bij wijze van spreken.
Itzigeijnen heeft bij wijze van geschiedschrijving, maar ook als een soort therapie, de gebeurtenissen van 28 oktober 1945 van zich afgeschreven in een rapport. Het was een chaos. En toch hebben ze deze hinderlaag georganiseerd. En daarom wil ik ook graag dat de Indonesische historici eens een keer gaan nagaan wat er precies gebeurd is. Zij moeten het weten. Nou, wij weten het alleen van de Engelse kant, we weten het van de Nederlandse kant. Maar ik zou het graag willen horen van de Indonesische kant. Maar voor de Indonesiërs is het natuurlijk geen heldendaad geweest. Ja, want we zijn gewoon afgeslacht. Henk heeft ervoor gezorgd dat de naam van zijn oudste broer Wim op het verzamelgraf in Surabaya is gezet. Dat was voor mij heel gelukkig dat ik mijn broer erop kon zetten. Met mijn moeder heb ik er eigenlijk nooit over gesproken. Maar ik heb haar wel de foto's laten zien. Ik heb haar ook nooit het rapport laten lezen. Waarom niet? Ik denk omdat... Ja, ik was er bang voor om het mijn moeder te laten lezen. Ik weet niet of er nog weer wat... Hoewel ze een hele mentaal sterke vrouw was, dat er weer... Ja... beroerde herinneringen boven zouden komen. Dus ik heb het niet gedaan. Zij heeft ook, maar ze wist dat ik het schreef. Zij heeft ook niet gevraagd. En dit was Netwerk voor vanavond. Meer informatie kunt u vinden op ons internetadres netwerk.tv. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Goedenavond.